Morgen. Een hele goede morgen allemaal. Fijn dat u er bent. Zullen we gaan staan en met elkaar God welkom heten in ons midden. Bij ons. Hij woont in ons. En deze morgen wens ik u een goede dienst toe.
the bridge.
machtig is Hij. Bekleed met sterkte, gehuld in luister. Groot en machtig is Hij. Groot en machtig is Hij. Groot en machtig is Hij. Bekleed met sterkte, gehuld in luister. Groot en machtig is Hij. Wees met mij de naam van God.
schepping juichen zal. Ik weet hij leeft. Jezus leeft vandaag en regeert in heerlijkheid. Ik weet hij leeft. Doet hij het nou? Ja. Als de dominee de collecte mag aankondigen, wat is er dan aan de hand? Bouwplannen? Dat is het niet. Of geldtekort? Dan hebben wij in onze kerk een traditie, ik weet niet wanneer die is begonnen, maar het is al een tijdje, voor zover ik me herinner, dat tegen het eind van het jaar komen we geldtekort. Dreigen we failliet te gaan. Dus als u wilt dat deze kerk failliet te gaan, hoeft u niks te doen. Doet u gewoon niks, dan is het vanzelf over. Dan is straks het gebouw dicht en is de koffie op. Want wij komen dit jaar 81.000 euro tekort. Nogmaals, vorig jaar was het 61.000. En toen eindigden we in de plus met 1200. Dus nu is het 81.000. En de slimme rekensom maakt ervan dat we aan eindigen met 12.000 in de plus. Ik weet het niet meer. Maar mij is gevraagd u deze mededeling te doen. En misschien denkt u, dan moeten we gaan bidden. Maar ik denk eerder dat God zegt, los het zelf maar op. Dus dit is het bedrag dat we tekort komen. Willen we het jaar rond afsluiten, moeten we dus de komende maanden die we nog hebben, 81.000 euro bij elkaar zien te toveren. Dus hiermee kondig ik u de collecte aan. Ik verwacht niet dat u dat geld bij u heeft hoor, maar dat loopt zo samen. Mogen de Heer, de blijmoedige gever, zegenen. En dank u voor uw offervaardigheid. Goedemorgen allemaal. Eindelijk vakantie, jongens. Yes, eindelijk. Ja, daar hebben we zo naar uitgekeken en zo lang op gewacht. En nu is het dan eindelijk zover. Wij zaten thuis bijna de weken en daarna de dagen af te tellen. Van wanneer is het nou eindelijk vakantie? Daar waren we wel een beetje aan toe. Nou hadden we de afgelopen weken best wel heel wat leuke dingen. Want misschien heb je wel een kerstontbijt gehad. Of een kerstlunch. Of een brunch. Of een diner. Of een kerstborrel. Nou, dat heb je niet op school. Maar nee. In ieder geval een kerstviering. Dus heel veel dingen op school nog. Vlak voor de vakantie. Nog lekker druk. Maar dan gaat de tijd ook wel lekker snel. En vorige week hebben we natuurlijk een waanzinnig feest hier op het podium gehad. Met een kerstmusical. En toen hebben we niet eens een kaars aan hoeven steken. Dus het gaat nu eigenlijk zo snel dat we vandaag al 4 kaarsen aan mogen steken. Dus zonder dat we door hadden eigenlijk, is er alweer een week voorbij. Dus de tijd gaat wel snel. Dus nu gaan er 4 kaarsen aan, de laatste zondag voor kerst. Dus nu is het
echt al wel bijna kerst. En misschien zijn jullie thuis ook de voorbereiding aan het treffen. Misschien ben je aan het bedenken wat je allemaal in de vakantie gaat doen. Of misschien zijn je vader en moeder aan het nadenken wat je allemaal gaat eten met de kerstdagen. En misschien ben je zelf al wel aan het nadenken wat je op eerste kerstdag bij Wonderland wil gaan doen. Want als het goed is, hebben je vader en moeder natuurlijk in een nieuwsbrief al kunnen lezen wat jullie gaan doen. En daar kan je dus al over nadenken. Dus als je nu nog geen idee hebt, dan wordt de nieuwsbrief niet goed gelezen. Vandaag gaan we dus 4 kaarsen aandoen. En probeer het maar alvast. Hard knijpen. Ja. En dat betekent dus dat we al steeds dichter bij kerst komen. Uitkijken naar kerst. En met kerst vieren we natuurlijk het feest dat Jezus geboren is. Dat hij naar de aarde is gekomen. En tegelijkertijd kijken we ook uit en hopen we natuurlijk ook op de terugkomst van Jezus. Niet meer als een babytje in een stal, maar hoe dan weet ik ook niet zo goed. Maar daar kijken we ook naar uit en daar gaan we ook over zingen dat we daarop hopen en verwachten. En dat we ondertussen niet stil hoeven zitten, maar ook al wel aan de slag kunnen. Naast uw engelen staan, dan zing ik met ze mee voor al wat u heeft gedaan. Niemand weet wanneer die dag komt, ondertussen leef ik hier en nu. Maar tot die dag komt, yeah, yeah, zing ik voor u. En naast uw engelen staan, dan zing ik met ze mee voor al wat u heeft gedaan. Niemand weet wanneer die dag komt, ondertussen leef ik hier en nu. Maar tot die dag komt, yeah, yeah, zing ik voor u.
heeft u het wel eens meegemaakt. Soms verwacht je dat iemand iets doet. En je wacht maar en je wacht maar en hij doet niks. Nou ja, teleurgesteld ga je hem naartoe. Wat zegt hij? Hé, ik had verwacht dat jij het zou doen. Was meegemaakt? Onduidelijke verwachtingen. Dit is laatste advent. Periode, tijdperk van verwachting. Voor de komst van de Messias, de redder van de wereld. En ik had als thema op mijn hart met u te delen. Kun je ook te veel verwachten? Kun je ook te veel verwachten? En dan zijn de verwachtingen aan beide kanten niet duidelijk. Dus dan weet je zeker wat er komt. En er komt een keer enorme desillusie. En waarschijnlijk ook boosheid en verdriet. Want dat wat je verwacht had dat de ander zou doen, deed hij niet, want hij had gedacht dat jij het zou doen. Kun je ook te veel verwachten. En ik wil met u lezen uit de Psalmen, hoofdstuk 25, vers 1, tot en met het eerste gedeelte van vers 3. Tot u, Heer, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Ik laat me niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden niet over mij juichen. Ja, alle die u verwachten, worden niet beschaamd. Alle die hun verwachting op u stellen, kan niet, worden niet teleurgesteld. Ja, toch als wij eerlijk zouden durven zijn, en onze vroomheid verbiedt ons soms om eerlijk te zijn, dat we durven niet te zeggen, Heer, als ik eerlijk ben, dan is mijn geloofsleven een beetje verzwakt, ik ben wat verflauwd. De kerk vind ik niet zo interessant meer. En eigenlijk, als ik heel diep in mijn ziel kijk, is het eigenlijk omdat ik gewoon teleurgesteld ben in u. Nou, als je dat hebt gezegd, dan heb je weinig vrome geesten. De meeste mensen durven dat niet te zeggen. Teleurgesteld in God. Of in het gebed. Of in de hoop die je had. Of in de verwachting. Maar je kunt ook te veel verwachten. Zullen we bidden? Vader, mag dan uw woord nu vloeien. Uit uw hart en uit mijn hart. Uit mijn geopende mond. Tot geopende oren en harten van alle aanwezigen hier en elders. Onder de zalving van uw Heilige Geest. Uit genade in Christus Jezus. Ongehinderd. Amen. Nou, een tijdje geleden op het eerste advent heb ik met u gedeeld. En het is algemeen bekend dat de gelovigen in Jezus dagen een duidelijk uitgesproken verkeerde verwachting hadden van Jezus Messias. Duidelijk uitgesproken, overduidelijk in de Bijbel aanwezig. De eeuwenlange verwachting van de Joden naar de Messias was verkeerd. Deze Jezus deed helemaal niet wat ze hadden verwacht. Integendeel, waar ze hadden verwacht dat hij grof goddelijk geweld zou gebruiken en de Romeinen zou verslaan, daar komt Jezus met wie het zwaard gebruikt, zal er zelf door onderkomen. En bracht hij een boodschap van vrede en liefde en vergeving van je vijanden. De gelovigen in Jezusdagen hadden absoluut een verkeerde verwachting. En die eindigde in teleurstelling, boosheid en uiteindelijk het vermoorden van hun Messias. Vanmorgen wil ik met u afvragen, voor mij is het geen vraag meer, maar ik deel het met u. Kun je ook te veel verwachten van Jezus Messias? Nou, iemand zou zeggen, dominee, van God kun je nooit genoeg verwachten. Van God kun je nooit te veel verwachten. Die ken ik, maar ik noem dat een beetje vroomheid. Ik wil u aantonen dat mijn Bijbel, en ik vind 7 punten, ik ben gestopt en ik heb geen tijd voor meer. Ik vond 7 punten, heel belangrijk in uw en mijn leven, waarin het fout loopt, en misschien op dit moment ook fout loopt, of altijd fout gelopen is, omdat u iets van God verwachtte of van Jezus wat hij niet toezegt en niet belooft. Maar u verwacht het wel. En het gevolg is desillusie of gewoon verzwakking van je geloof en je relatie met God door teleurstelling. Dus dingen die wij van God verwachten, waarvan ik in de Bijbel lees, die hij niet belooft dat hij die zal doen. Ik geloof, maar dat is mijn godsbeeld, dat hij ze ook niet kan doen. En ik geloof eigenlijk dat God zegt, het ligt juist in jullie om die dingen te doen. Maar jullie geloven dat niet en daar draait het om. Jullie hebben zo'n kleine verwachting van jezelf. En het hoofdthema wat ik met u wil delen, dat zit in mij op het ogenblik helemaal. Ik ben nu net begonnen met een nieuw boek hierover, doet er verder niet toe. Dus vergeef mij als ik dit volgende erg veel gebruik, maar ik ben er vol van. Dat wij kunnen van Jezus boven ons
hoog op een troon, groot en machtig en sterk. Op de allerhoogste troon kunnen wij van Jezus verwachten, waarvan de Bijbel zegt, hij verwacht het van de Christus in je. Ik weet niet hoe lang ik nu christen ben, zal 44 jaar zijn. Vanuit ongeloof en atheïsme binnengekomen als bekeerde heiden. En ik zeg u, en God ziet mijn hart, alles wat ik ben, mijn huwelijk, mijn lijf, mijn ziel, mijn geluk, dank ik aan de kerk van Jezus Christus. Ja, dus de kerk heeft mij alles geschonken wat ik ben. Soms denk ik wel eens terug, waar zou ik beland zijn als ik de kerk, ik bedoel echt de kerk, hoor, niet alleen Jezus, maar ook de kerk niet ontmoet, geen christelijke vrienden had gehad, dan durf ik niet aan te denken. Dus ik ben letterlijk eeuwig dankbaar voor het geheim van de kerk. Maar in die jaren heb ik me steeds afgevraagd als bekeerde heiden, zoveel als ik van die kerk hou, wat is er toch fout gegaan met haar? Want er is echt iets fout, hoor. En ik ben niet de enige. Er is echt iets misgegaan met de kerk. Wat me heel lang dwars zit. En ik ben niet de enige, want er zijn allerlei antwoorden op gekomen. We zouden weer volwassen moeten gaan dopen, want we hebben kinderen gedoopt. Daardoor is het misgegaan. Nou, inmiddels zijn we allemaal volwassen gedoopt. En er is nog steeds van alles mis. We zouden meer achter Israël moeten gaan staan, want anders kunnen we geen zegen ontvangen. Inmiddels doen we dat ook allemaal. We hebben allemaal Israël op de drukte. Maar heeft ook niet geholpen. En zo kan ik heel lang doorgaan. De gaven van de geest moeten weer terugkomen. Daardoor is het misgegaan. Ook dat hebben we allemaal weer binnen. En er is nog steeds hetzelfde mis. Ik zei pas tegen een collega, ik kan als predikant, er staat in het begin, de christenen stonden in de gunst van het hele volk. Ik zei, ik kan vandaag de dag in het Nederlandse volk nergens meer mee pronken. Het aantal echtscheidingen in ons midden is net zo hoog. Het aantal rammelende huwelijken is net zo groot. De ellende van gelovigen is net zo groot als van ongelovigen. Wat is er mis? Ja? Aan dit grootste fenomeen op aarde, wat mij, voor mij alles betekent, de kerk van Jezus Christus. Ik denk dat het dit is. Jezus, daar. Zo hoog, dominee. Zo hoog verheven op de hoogste troon. En hij is zo goddelijk en zo geweldig en zo krachtig. En hij wandelde over water en hij deed wonderen. Hij was een en al liefde. En Paulus zegt, Christus in ons is de hoop op heerlijkheid. Christus in ons is de hoop op heerlijkheid. Wij verwachten alles van hem. Zo hoog dat ik me al mag verbazen dat hij mijn gebed hoort. Want hij staat zo hoog. Hij is zo volmaakt. Hij staat zo ver boven mij. Ik kan niet tippen aan hem. Hij is God en ik ben maar een mens. Dingen die in de Bijbel niet zo staan. Hij is op gelijke wijze verzocht geweest als wij. Hij moest de gehoorzaamheid leren als wij. Hij die heiligt en wij die geheiligd worden zijn één. Jezus had geen streepje voor. Heb jij al tot bloedens toe gestreden in Gethsemane? Hij wel. Christus in je is de hoop op heerlijkheid. Mijn advent verwacht het van dit ongelooflijke, huiveringwekkende wonder in mij. Het licht van Christus dat elke mens verlicht. Dus ik mag van de mensheid ook heel veel verwachten. Niet omdat de mensheid zo goed zou zijn, maar omdat de Bijbel zegt, dit licht die van hem die ik zo hoog geplaatst heb, dit licht waar we liederen van zingen, dit licht van Christus zit in alle mensen. Het licht van Christus verlicht alle mensen. Willekeurig welke mens voor mij verschijnt, als ik sterk geloof in de evolutie vanuit het apenras, dan mag ik van jou, Dick, ja sorry, je zit voor mijn neus. Moet je daar maar niet gaan zitten natuurlijk. Hè? Maar ja, Dick, als ik erg geloof dat wij van de bavianen afstammen, dan mag ik van jou nooit meer verwachten dan een intelligent apengedrag. Nou, dan kom je aardig in de buurt, toch? Ja, want als ik dat van hem verwacht, dan ga ik het ook zien. En dan word ik bevestigd. Zeg, nou ja, jij gelooft niet dat we van de apen afstammen. Kijk maar naar Dick Stoutjesdijk, hoor. Ja, want dat is wat ik van hem verwacht. Dus komt er ook niet meer uit hem in de relatie die ik heb. Als ik naar mijn vrouw kijk en ik zie weliswaar een uitzonderlijk goed gelukte evolutie vanuit de apen. Ja, dan nog als ik haar zo zie, als dat mijn verwachting is, dan moet ik me niet verbazen dat ik daar bevestigd word en intelligent apengedrag in mijn mooie vrouw aantref. Maar nu weet ik dat Christus in haar leeft. Kent u dit? Weet u wat dat betekent in het hindoeïsme? Het licht in mij groet het licht in jou. Het goddelijke in mij groet het goddelijke in jou. We kunnen hem zo overnemen. Het licht van Christus dat elke mens verlicht.
Ik verwacht van u Christus licht. Dus vergeef mij als ik hele hoge eisen aan u stel. Vergeef mij als ik ze, zoals mijn vrouw zegt, idioot hoge eisen aan mezelf stel. Want ik verwacht veel. Ik ben geen baviaan. Christus in mij, de hoop op heerlijkheid. Nou, je kunt dus te veel verwachten. En wat er ook gebeurt als je te veel van een ander verwacht, die veel groter is als jou, je idool, dan ontzeg je jezelf natuurlijk de kans dat je dat in jezelf ontdekt. Snapt u dat? Je kunt zoveel van Christus boven je verwachten, dat nooit de Christus in je een realiteit wordt. Die krijgt nooit de kans. En dat is het probleem, mijns inziens, met het hedendaagse christendom. Alles van boven verwacht, wat je misschien van beneden mag verwachten. Ik noem u 7 voorbeelden en ik race er doorheen. Misschien onthoudt u ze niet allemaal, ik zie het als een schot hagel. En misschien dat een van de voorbeelden u treft of jou treft en dan kunt u er wat mee doen. Mocht u er meer van weten, dan in de huiskerk wordt het nog verder besproken. U kunt het op het internet allemaal nazien. Ik race eroverheen en ik noem de bijbelteksten, maar de meeste zoek ik niet op, want dat spaart mij tijd. De eerste. Dat las ik in een boek van een Amerikaans theoloog. Ik heb van zijn boek gesmuld. En hij zegt, ja, zeker heeft Christus van alles voor ons gedaan. Dat is het hoofdthema van het hedendaagse christendom. Christus is voor onze zonden gestorven, geloof je dat ook? Hij heeft zoveel voor mij gedaan. Christus heeft zeker heel veel voor ons gedaan, zegt deze theoloog. Maar wat hij niet doet, is voor jou je vijanden vergeven. Dat moet je zelf leren. En ik dacht, wat een ijzersterke uitspraak. Dus hoe vaak je ook het opdrukt, Christus heeft voor mij alles gedaan. Je vijanden leren vergeven, moet je zelf leren, toch? Dat doet hij niet voor je. En de meeste van ons moeten er niet eens aan hun vijanden denken, maar moeten eerst maar eens leren hun vrienden te vergeven. De meeste gelovigen ook onder ons, die van Jezus horen, leer om je vijanden te vergeven, moeten eigenlijk eerst eens kijken hoe vergeef ik mijn vrienden, die ik ergens onderweg maar heb laten liggen, omdat ze me hebben aangedaan. Heer, help mij dan, dat doet Jezus natuurlijk altijd, help mij, leer mij mijn vrienden te vergeven. Een klus die God niet voor je klaart. Ja? Dus dat is nou een van die punten. Dat moeten we zelf doen, dat mogen we zelf doen. En ik zal u zeggen, want in pastorale gesprekken heb ik dat meegemaakt. Als je nooit leert dit zelf te doen en te strijden met je haat en je bitterheid en je verwondingen, om je vrienden en je vijanden te vergeven. Als je daar nooit hulp in zoekt van anderen en erover praat met God en mensen, dan ontdek je nooit dat er in jou een heel andere persoon zit. Een persoon, lieve mensen, die zo kan liefhebben. Ik sprak van de week met iemand die zei het zelf. Er zat een tafel bij me en zei, heb je ook al eens meegemaakt, Ed, dat je dwars tegen je eigen karakter in, je eigen trauma's in, ik zou zeggen tegen je eigen oude mens in, kon liefhebben dat je zelf stond te kijken, hoe kon ik dat nou doen? Dat je hier kon vergeven en dat je het deed, en dat je stond, maar dat zit helemaal niet in me, ik ben helemaal niet zo'n vergevings, hoe kon ik dat nou doen? Heb je ooit wel eens meegemaakt dat je jezelf overstegen hebt? Christus in ons is je verwachting, is je advent. Maar als hij nooit de kans krijgt, omdat je het allemaal van boven verwacht, dan zul je het nooit ontdekken. En dat is wat er met de kerk gebeurd is. Sommige van de dingen die ik hier uit de Bijbel beweer, zijn zelfs in de kerk ontkracht. Daarvan is gezegd, dat is niet waar. Terwijl ze er staan. Dus je vijanden en je vrienden vergeven, dat moet je zelf leren. Niet alleen, dat moeten is niet goed, dat mag je zelf leren. En als laatste, dat kun je zelf ontdekken. Want de kracht om te vergeven en lief te hebben, zit als een licht in ieder van ons. En als je zegt, ik heb nooit ontdekt, dat komt dat je het altijd daar zocht. Hier zit het, Christus in ons. Of wat dacht u van het volgende? Jezus heeft ons onze zonden vergeven. Zeker, hij heeft daar iets gedaan, dat kon niemand doen. Hij heeft de straf gedragen, daar begint het mee. Dus daar heeft Jezus iets gedaan wat wij nooit konden doen voor ons allemaal, de hele kosmos. Maar lieve mensen, nou nog, jezelf vergeven. Heer, wilt u voor mij mijzelf vergeven? Nou, zegt Jezus, ik snap de Nederlandse constructie al niet, laat staan dat ik het kan doen. Ja, Christus heeft dat voor ons gedaan. Hij heeft de straf gedragen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn, Romeinen 8:1. Maar nou ik nog. Jezus zegt, niemand veroordeelt u, vrouw. Je hebt een waardeloos verleden gehad, je hebt alle zonden begaan die je maar kon begaan. Niemand veroordeelt jou. Ook ik veroordeel u niet. Hou er nog maar één over die je veroordeelt.
En die is hardnekkig. Dat ben je zelf. Dat ben je zelf. Christus heeft zeker onze zonde gedragen. Daar mag ik alles van hem verwachten. Maar dat ik mezelf een keer vergeef, dat moet ik van mezelf verwachten. Dat kan hij, zal hij, wil hij niet voor u doen. Want daar zit een hele diepe wond bij ons, die genezen mag worden. Dat moeten we zelf doen. En als u een hulpmiddel hebt, de kwantumfysica ondersteunt dit, spreek het uit, hardop, in je binnenkamer. Doe een deur dicht waar niemand je kan horen, ga voor een spiegel staan en spreek hardop uit. Ik vergeef Ed Meenderink. Oh, dat was ik zelf. Ik vergeef mezelf. Christus heeft mijn zonde vergeven. Heer, met u erbij, in uw naam, ik vergeef mijzelf. Als de buren je horen, heb je ook nog een machtig evangelisatiegesprek daar. Hardop uitspreken. Is aangetoond. Het werkt. Maar uitspreken, ik ben een waardeloze nul. God heeft me wel vergeven, maar ik ben niks waard. Het werkt helaas ook. Ja? Dus dit mogen we niet van Christus verwachten. Dat verwacht hij van ons. Jezelf vergeven kan ik niet voor je doen, zegt Jezus. Jezelf niet meer veroordelen, dat kan ik niet stoppen. Dat moet je zelf leren. Ga en zoek hulp en doe het. Hetzelfde is met de Jezus heeft ons zo lief. Er is niemand in de kosmos die zoveel van je houdt dan Jezus. Als je dat, de liefde van God is in ons hart uitgestort. Allemaal hebben we wel eens ervaringen, kort of langer, van die liefde. En dan stromen we vol in een dienst, bij een lied of zomaar in de natuur. Dan stromen we vol, dan voelen we Gods liefde. Dat gaat dan ook weer wat weg. Maar allemaal kennen we die beleving van Gods liefde. Maar nou nog, jezelf liefhebben. Heer, wilt u voor mij mezelf liefhebben? Jezus zegt, ik snap weer je Nederlandse constructie niet. Dus als ik het al zou willen, zegt Jezus, kan ik dat niet voor je doen. Jezelf liefhebben, net zoals jezelf niet meer veroordelen en jezelf vergeven, dat mag ik van jou verwachten. Dat is mijn advent, zegt Jezus. Dat moet je niet van mij daarboven verwachten. Dat mag je zelf leren. En dat mag je ook doen. En dan ontdek je dat het in je zit. Want in je zit mijn licht, zegt Jezus. Maar dat licht vind je pas als je eraan gaat. Ja? Dit moet je niet van mij verwachten, zegt Jezus. Dat is te veel. Verwacht het van het licht in jezelf. Heb jezelf lief. Ook hier ken ik wat hulpmiddelen. Daar moeten we ook dus daden gaan verrichten en uitspraken doen. Uitspraken en daden zijn uitingen in de tastbare materie van het geloof en uw beschouwing. Kwantumfysica, maar Jezus zei het ook al. Dus dat wat je uitspreekt, dat wat je doet. Ik zeg als je bidt dat het morgen mooi weer is, neem je geen paraplu mee. Ja, er zijn handelingen die overeenstemmig zijn met je beschouwing en je geloof. En ook de uitspraak, als je iets gelooft, spreek je het uit, ook al voel je het niet. Dus ook hier, ga voor de spiegel staan. Ik hou van Ed Meenderink. Wat klinkt dat rots, hè? Ik hou van mezelf, want Christus heeft mij lief. Mijn vrouw komt een keer naar me toe, had in de Bijbel gelezen dat ik elke broeder moet lief hebben omdat Christus hem geaccepteerd heeft. Dus Kobi zegt dat. Ik zeg, ja, dat is ook iets wat ik toepas, zeg. Ik heb niet gauw moeite met mensen, maar af en toe glipt er wel een wat moeilijke type binnen. En dan lees ik in de Bijbel, ja, ook hem moet ik lief hebben, wat Christus ook hem lief heeft. En dat lukt, dan ontdek je dat kunt. Soms gaat het vrij snel, soms moet je wat langer worstelen, maar ik ontdek dat je iemand waar je in het begin een aversie tegen hebt, gaat lief hebben, want het licht zit er. Nou, dat moet je dus ontdekken en dan komt het naar boven en dan heb je hem lief. En ik heb zelfs ontdekt dat ik voor iemand mijn leven zou kunnen geven, waar ik startte met de flinke nare gevoelens naar hem. Zit dat in me? Ja, zegt Jezus, mijn licht. Zit in jou. Wat je in mij ziet is gewoon wat in jou zit. Ik ben gewoon zichtbaar, voltooid en manifest wat in jou als zaadje aanwezig is. In mij zie je niet iemand die daar staat, maar iemand die hier zit. O, Heer, het licht in Christus. Dus uitspraken doen. Ik hou van mezelf. Dwars tegen je gevoel in. Ik ben de moeite waard. Ik ben waard om geliefd te zijn. Als iemand tegen mij zegt, ik hou van je, zeg je, dat doe je goed. Ja, dat ben ik waard om geliefd te zijn. Ook al voel je het niet, uitspreken en de complimenten van mensen honoreren, lieve dames. Dwars tegen je gevoel in complimenten van ons mannen gewoon aannemen en ons niet voor leugenaar zetten. Oh, schat, wat ben je mooi. Fijn dat jij het vindt. Wat heb je een prachtig lijf. Fijn dat jij het vindt. Wat heb je toch een mooie kop. Fijn dat jij het vindt. Ja, dan blijft het zo. De Bijbel zegt wat je uitspreekt, keert terug in je ziel. De kwantumfysica zegt wat je uitspreekt, schept de werkelijkheid.
Ja, maar ik voel het niet zo. Nee, daarom moet je het uitspreken. Ja? Want anders blijft het tot hoge leeftijd bij je hangen en dan wordt het nooit opgelost. Ook al zit je 100 jaar in de kerk en zingt liederen van hem daarboven. Maar we horen liederen te zingen van hem in ons. Ik ken er niet één. Niet één. In de grote, de brede weg van het christendom, zegt Jezus, waarop de meerderheid wandelt, ken ik niet eens een lied. Op het smalle pad vind ik in de kerkgeschiedenis wel die liederen. Bij sommige monniken en heiligen. Want Jezus zegt, er zijn er wel een paar hoor, die wandelen op het echte pad. Maar de meerderheid van het christendom zit op een goed bedoeld breed pad. Waar zijn de liederen? Christus in mij. Dus goed voor jezelf zorgen. Zegt mijn vrouw ook wel eens tegen de dames. Ook in je uiterlijk. Maak jezelf zo op dat je een expressie geeft dat je jezelf mooi vindt. Maar ik vind mezelf niet mooi, daarom maak ik me ook niet op. Nee, zegt Kobi, dan moet je dus die cirkel doorbreken. Doe er toch je best in. Zorg dat je er goed uitziet. Koop geen middelmatige dingen voor jezelf, maar trakteer jezelf eens op iets goeds. Allemaal bewijzen dat jij het waard bent. Ja, maar ik geef het liever aan anderen. Dat is je probleem. Het gaat erom, Christus heeft jou lief. Maar jezelf lief hebben, moeten de meesten van ons leren. Als je hele fijne ouders hebt gehad, die zelf een gezonde zelfliefde hadden, dan heb je minder te leren. Maar de meeste van ons helaas hebben goed bedoelde ouders gehad, die het zelf ook niet konden pakken. Dus wij moeten het heel erg leren. Daar is de kerk voor. Daar is de kerk voor bedoeld, om je dit allemaal te leren. Niet daarboven, hier. In de kerk heb ik het geleerd, van mezelf te houden. Mezelf niet te veroordelen. Mezelf lief te hebben. Mezelf te vergeven. Dan, dat is de moeilijkste misschien, de één na moeilijkste, verwachten wij van Jezus dat hij ons geneest. Net voor ik hier kom, lees ik even het nieuws. Het staat gewoon in het AD dat in Amerika een wilde, charismatische kerk wereldwijd hun broeders en zusters oproept te bidden voor een meisje van 2 wat gestorven is, dat Christus haar uit de doden opwekt. Ja. Wat kun je verwachten? Het is ook geen leuk getuigenis in dat AD natuurlijk, dat snap je wel. Ze zeggen er niks van, maar als je het al leest, denk je, had dit nou maar niet in de krant gezet. Ja, maar Jezus wekt toch doden op, het staat er toch in de Bijbel en dan gaan we weer. Natuurlijk staat het er en heeft hij ook zeker gedaan. Nou, dat Jezus mij geneest, dat mag ik toch verwachten? Ik zeg, nou, daar kun je misschien niet genoeg verwachten, maar je kunt wel te veel verwachten. Onze deskundigen, de artsen hier, weten het. In de medische wereld, de percentages verschillen iets. 80-90% zeggen deskundigen van al onze echte ziektes, dan heb ik het niet over ingebeelde ziekten, maar ik heb het over zelfs sommige vormen van kanker, ziektes waar je aan dood kunt gaan, 80-90% van de echte ziektes zijn psychosomatisch van oorzaak, hebben een psychogene factor, hebben hun wortels dus in onze zielenroerselen, in het onopgeloste huiswerk van vroeger, van thuis, wat nog steeds niet is opgelost, de relatie met onze vader, onze moeder, onze broers en zusters, wat nog steeds zijn eigen leven in ons leidt, hebben zijn oorzaak in onze geest, in ons denken en in onze levensstijl. Vind je het gek dat het met de zorg zo slecht gaat en dat het uit de klauw loopt? Want bijna alle medicijnen van de farmaceutische 3, behalve dan de antibiotica, zijn symptoombehandelaars. Zelfs als ze de pijn wegnemen, is er niks gebeurd. Je moet zelfs nadenken of het zinvol is dat alleen de pijn wordt weggenomen, als de bron niet wordt aangepakt. 80-90%. Dat betekent dat voor heel veel, nu moet u goed naar mij luisteren, ik doe mijn best om het zoveel mogelijk te spreken, doe uw best om zo goed mogelijk te luisteren, dat ik straks niet verkeerde mails krijg. Ik zeg, ga nog terugluisteren. Ja? Dat betekent dat als dit waar is, en het is waar, dat ik in mijn verwachting van genezing van Jezus heel goed moet nadenken. Als het maar om 10-20% van de ziektes gaat die Jezus echt extern in mij zou kunnen veranderen. De overige grote massa van onze echte kwalen hebben hun wortels dus in onze ziel. In onze geest. In ons denken. In onze zits in leven. Het mooie verhaal van Naaman de Syriër. Kent u dat uit het Oude Testament? Wie kent het? Naaman de Syriër. Prachtig verhaal in Koningen. Naaman is een buitenlander, een heiden, een Syriër. En die krijgt van een knecht, een Joodse knecht, te horen dat er in Israël een profeet is, Elisa, die mensen kan genezen. Naaman heeft een hele vreemde huidziekte, waar hij vreselijk onder lijdt. Nou, als u tegen de huisarts of tegen mij zegt, ik heb een huidziekte, gaan bij ons al de belletjes rammelen. De huid is het laatste orgaan. Het kan er niet verder uit, zeg ik wel eens. De energie kan niet verder dan de huid. Dus mensen met een huidziekte, ook al moet je een aanleg ervoor hebben hoor.
Goed. Nou. Dus Naaman de Syriër die hoort dat en die moet een hele lange reis maken naar Israël, naar de profeet Elisa. Dus hij maakt, en dat was toen niet met het vliegtuig, dat was toen met kamelen en alles meenemen, een enorme onderneming. Dan komt hij dagen komt hij bij Elisa aan. En Elisa kijkt naar hem en die zegt, oké, ga maar weer terug op reis, de andere kant op. Weer een lange reis naar de rivier de Jordaan. Dan moet je je 7 keer onderdompelen, was het geloof ik. En daarna ben je gezond. En Naaman wordt kwaad. Die verwoordt wat u ook zegt tegen de dokter. Als u bij de dokter komt en u wil een pil, maar de dokter heeft geen pil, tenzij hij u een placebo-pil geeft. En dat doen heel veel dokters hoor. Gewoon een suikertabletje. Ja, want die wil ook van het gezeur af. Ja, maar als de dokter nou zegt, ik adviseer u relatietherapie, dan wordt u kwaad. In het oasewerk waar ik jaren heb gezeten, waar mensen kwamen voor exorcisme, dan was het onbekend, hè, dus duiveluitdrijving. De meeste mensen die daar kwamen, werden kwaad. Want er zaten daar met het team en dan komt een man met zijn vrouw en zegt, zij heeft exorcisme nodig. Er zitten gewoon demonen in haar, het is verschrikkelijk. Ze brult als een kat en ze gilt en dat deed ze dan ook. En dan zeiden wij als team, wij denken dat wij meerdere gesprekken nodig hebben met de psycholoog hier erbij. Kwaad. Liever heeft iemand een duivel in zich dan dat hij over zijn ziel moet gaan praten. Daar ben ik wel achter. Liever een duiveluitdrijving dan een van onze psychologen raadplegen. Daar ben ik inmiddels al achter. Dat is een merkwaardig fenomeen. Naaman ook, want die zegt, ik dacht de profeet zal wel even over de zieke plek wrijven. Handoplegging. Zegt de profeet dat ik naar een malle rivier moet verderop? Heeft Syrië geen rivieren? Waarom daarheen? Nou, en hij doet het, uiteindelijk wordt hij genezen. Maar hij verwoordt wat we allemaal doen. We willen een pil. En de dokter heeft geen pil. Hij heeft maar 1 pil die echt werkt, dat is antibioticum. Krijg je ook als je een griep hebt. Werkt niet hoor, dat is een virus. Je wordt gewoon belazerd waar u bij zit. Maar de dokter moet wat? Ja? Bloeddrukpillen. Niemand vraagt je af waar nou die essentiële hoge bloeddrukverhoging vandaan komt. Moet je zelf uitzoeken. Ik kijk naar het programma van Yvonnie, altijd een prachtshow vind ik. Daar verschijnt een echtpaar die heeft, hoe is het mogelijk, allebei ALS. Man en vrouw. Dat je dat samen krijgt, hoe je dat van allebei ALS. De dokter snapt het ook niet. Er is ook geen geneesmiddel. En zij zijn zelf gaan zoeken en zoeken en zoeken naar een gemeenschappelijke factor. En ze ontdekken dat ze boven hun bed al jaren een enorm lode kunstwerk hebben van lood. Nu, voor het eerst, probeert men te ontdekken of lood misschien de factor is in het ontstaan van ALS. Maar dat komt niet bij de medici vandaan, dit echtpaar is zelf gaan zoeken. En wat ik wel eens mis bij u, als u naar de dokter gaat, denkt de dokter ook, lever je lichaam niet zomaar uit aan die dokter. Denk mee. Blijf kritisch. Stel vragen. Ga op onderzoek. En stel vooral de vraag van dokter, hoe denkt u nou dat het kwam? Ook als je genezen bent, dan mis ik de vraag van, ja, u bent nou schoon, maar waardoor is het dan gekomen, dokter? Ja, weet ik ook niet. Ja? Dus de kans dat je het weer krijgt is helaas heel groot. Ja? Oorzaken. Heer, wilt u mij genezen? Het zou vreed zijn, van Jezus als 80-90% van onze kwalen op dat vlak liggen. Als Jezus de kwaal zou genezen, het zou vreed zijn, liefdeloos en gemeen. Want Jezus weet, er komt er straks in een ander hoekje weer terug. Ja? Wat is je verwachting? Kun je te veel verwachten van Jezus' genezing? Michael J. Fox, hoofdrolspeler uit Back to the Future, krijgt Parkinson op jonge leeftijd. Vreselijk. Maar wat hij zelf ontdekt, 4 andere mensen die aan eenzelfde film hebben gewerkt, krijgen ook Parkinson. Dat is te veel toeval. Nou, zelf, want de dokters deden het niet, zijn ze gaan zoeken. Ze kwamen uit bij een cateringbedrijf. De rest van het verhaal weet ik niet, maar het is dus iets met het voedsel geweest. De volgende stap is, wat was het met het voedsel? Dan hebben gewone patiënten een oorzaak gevonden voor een ziekte waar we nu alleen nog maar symptoomonderdrukkers voor krijgen. Ik verwijt de wetenschappers niets. Ik verwijt de kerk iets. Die ons dit zou moeten vertellen. Ben je ziek? Mag ik misschien met je praten? Voor de ziekenzalving, Jacobus 5, volgt een heel gesprek. Om te ontdekken of er niet misschien een psychogene factor zit. Want dan kunnen we wel gaan bidden. Dus er volgt een heel gesprek vooraf aan die zalving. Of het zo zou kunnen zijn. Let goed op mijn woorden. Of het zou kunnen zijn. Niet iedereen die, ik zeg, als je naast een lekkende kernreactor woont, krijgt iedereen kanker. Dan hoef je niet af te vragen waar het vandaan komt. Als we allemaal besmet voedsel eten, worden we allemaal ziek. Maar 10-20% valt daaronder. Die andere 80-90 is belangrijk voor ons. Dat is het gebied van de kerk.
En heel veel, dat weet ik gewoon als predikant, uit ervaring, heel veel van onze echte ziektes zijn een codering van het onopgeloste huiswerk van vroeger in ons leven. Je zegt wel, ik heb niks met mijn vader te maken, hoor, hij is al overleden. Ach, en die relatie met mijn broer, ik zie hem nooit meer, hij woont in Canada. Dat zeggen we allemaal, maar het feit dat je het zo moet zeggen, betekent al dat het nog steeds een rol speelt. Nou, niet meer hier, maar wel in je lijf. In vreemde ziektes, vreemde patronen. Onopgelost huiswerk van thuis, waarvan ik met mijn naïeve bekeringservaring verwacht dat de kerk me daarmee helpt. Dat is het gebied van de kerk. Vanaf de zonderschool tot het jeugdwerk en het seniorenwerk. Jezus genezing. Of God heeft als laatste in zijn liefde, in zijn wijsheid, die soms op een hoger niveau ligt dan wij snappen, toch een andere bedoeling met een ziekte. Ik denk aan de doorn in het vlees van Paulus. Paulus, die gewend was zieken te genezen, bad 3 keer voor een kwaal in zijn eigen lijf. Hij noemt het een doorn in mijn vlees, een engel des Satans om hem met vuisten te slaan. Een direct demonisch getriggerde ziekte. En hij zegt, 3 maal heb ik de Heer gebeden om die demon te bevrijden, mijn lichaam te genezen, want het hindert me. En God heeft gezegd, mijn genade is u genoeg, opdat u niet uzelf zult verheffen. Het feit dat jij niet te veel over jezelf denkt, Paulus, is voor mij en mijn koninkrijk belangrijker dan dat je zonder kwalen leeft. Snap je dat? Ja, zegt Paulus, laat die duivel maar blijven. En de man stond als zeer ziek bekend bij de apostelen. Soms geneest God gewoon niet omdat zijn liefde te groot is. Hoe moeilijk ook voor ons. Wat verwacht je? Jezus was geen gebedsgenezer. Wijst u mij 1 plek waar hij met een zieke bad. Nee, hij legde ook geen handen op. Nee, hij zei alleen maar wat. Hij probeerde de beschouwing in uw geest over uw leven en over uzelf te veranderen. Het mooiste verhaal is daar van die verlamde man, die zit daar bij een poel. En er was een soort mythe, dat als je het water van de poel kwam, werd je genezen. Dan kwam er een engel. Maar die man was helemaal verlamd, hij kon niet lopen. Dus die heeft daar heel lang gezeten. En dan komt Jezus en die zegt, wil gij wel gezond worden? Ja, als Jezus hem zou genezen, was hij zijn baan kwijt, namelijk bedelaar. Dus Jezus zegt, ja, als ik je genees, moet je wel een baan gaan zoeken en een carrière opbouwen, verantwoordelijkheid op jezelf nemen. En wat zegt die man, typerend voor wat we nu om ons heen horen, de zorg deugt niet. Ze zorgen niet goed voor me. Die zorg in Nederland is niks meer. Ja? Want als ze hier komen, gaan ze allemaal zelf het water in. Er is niemand die mij optilt. Niemand zorgt voor mij, Jezus. Hé, dat ken ik. En wat zegt Jezus? Dat is je fout. Je verwachting, jouw advent, is te veel van boven. En ook te veel van opzij. Wat jij nooit hebt ontdekt, is dat je kunt lopen. Pak je bed op en loop. En de man hoort hem, pakt zijn bed op en loopt. Was hij niet echt ziek? Hij was echt ziek. Er gebeurt daar iets waar we heel lang over moeten nadenken. En wat mogelijk, zeg ik met hoofdletters, mogelijk bij sommigen van ons een rol kan spelen. Omdat je niet gelooft dat je kunt lopen. Die kans heb je nooit gehad, want je verwacht alles van boven. Nooit van een kracht in jezelf. Ja? Dominee Overduin bij ons, die tijdens zijn studietijd aan Fuller Seminar in Amerika, was die als assistent bezig in die grote genezingscampagnes. Hè? En Jaap vertelde mij een keer dat hij daar vreemde dingen meemaakte. Hij zegt, er komt een man in een rolstoel en die genezer die komt naar hem toe. Die zegt, in de naam van Jezus, sta op en loop. En hij zegt, de man stond een paar minuten voor het eerst van zijn leven. Daarna zakte hij terug. Dus als je die genezing gaat wijten aan God, dan denk je, wat doet God nou toch? Wat een gepruts. Ja? Hij stond even. Zoals Jezus ook tegen een man zegt die blind is en hij raakt zijn oog aan, toen raakte hij hem al aan. Bij de eerste handeling zag hij wat, bij de tweede nog wat en bij de derde goed. Is het God die zo stuntelt en half werk doet en het niet afmaakt? Of is die sprake van een kracht in ons waar Jezus op wijst? Het laatste is gewoon het geval. Het laatste is het geval. Je kunt veel meer dan je denkt. Je zit en je ligt en je klaagt over de zorg. Dat ze boven niet voor je zorgen. Dat er hier niet voor je gezorgd wordt. En ondertussen zegt Jezus, je zou moeten ontdekken dat je het zelf kunt. Sommigen hier, echt sommigen, moeten dit mee naar huis nemen. Ik weet al waar het bij mij mee treft. Er zit veel meer in u dan u gelooft. En omdat u het niet gelooft, krijgt het nooit een kans. En waar moet je het geloof leren? Daar op de zondagschool moeten ze geen verhaaltjes over de Bijbel vertellen. Nee, moeten ze de kinderen dit leren.
Dan groeien ze op met iets wat ik nou moet leren. In het jeugdwerk moet je dat leren. Dat jullie van alles kunnen waarvan je nu denkt dat je het niet kunt. En later moeten we het in de huiskerk elkaar leren. Dat het volle Christuspotentieel in ons mogelijk is. Maar kort het omgekeerde. Dus, dominee, wat staat u toch een sprookje te vertellen? Er is toch niemand die loopt rond als Christus? Nee, waarom niet, denk je? Calvijn zei, het kan niet. En wij zeggen, nou ja, het krijgt nooit een kans. Pak je bed op en wandel. Ik kijk naar Monique Hendricks bij Maestro. Oh, wat zou ik graag weer willen doen. Hè? Oh, hoewel ik zeker weet, als ik daar sta en ze spelen één favoriet stuk, dat ik zo emotioneel raak, dat de hele boel een grote... Nou goed. Dus wij kijken daarnaar. De eerste keer dat Monique Hendricks kwam, toen keken we in ons campertje in Frankrijk. Kobi is uit de stoel gevallen van het lachen. De hond had het niet meer. Ik zag niks meer door mijn bril, die was beslagen. Want Monique Hendricks de eerste keer, het stuk was niet eens meer herkenbaar. Je had de gezichten van het orkest moeten zien. Een zootje. Ze was het helemaal kwijt. En op een gegeven moment zegt ze, oké, opnieuw. Ja, toen moesten we 10 minuten wachten voordat het lachen gestopt was. Toen de tweede keer. De aria op de Geestenaar. Ik heb er 8, 9 uitvoeringen van thuis. En ik zei met de dirigent en de jury, dit is de mooiste die ik ooit gehoord heb. We zaten in tranen, ik zag weer niks. Maar nu van de andere kant. Monique kan het, die gaat winnen. Toen mocht ze nog een keer, de derde keer. En dan zie je hoe ze oefenen. En dan zit ik achter die tv, ik denk, ik zou zo naar haar toe willen komen. En dan zit ze, oh, dit gaat helemaal niet. Oh, dit stuk is voor mij te moeilijk. Oh, dit gaat me nooit lukken. Wel 80 keer die uitspraken. Ik zeg tegen Kobi, die gaat helemaal af. En dan ging ze weer en we hebben ons rot gelachen. Waarom doe je dat? Waarom haal je jezelf zo omlaag dat je geen zelfvertrouwen voelt? Dat je denkt, het gaat mij niet lukken. Dat is gewoon gevoel. Maar waarom uitspraken doen waar iedereen bij... gaat me niet lukken, dit kan ik nooit. Ik sta voor... nou, waarom doen we dat? Weet je niet wat er in je zit? Nee, de kerk had het mij moeten leren. Maar ik hoor het in de kerk niet. Ik hoor over hem heel ver daarboven. En niet over hem in mij. Zou dat het kunnen zijn? En dan zegt de Bijbel, noem ze achter elkaar hoor. Ik kan wel bidden, Heer, verander mijn denken. Ik heb zo'n last van mijn denken. Mijn denken nekt me. Ik bedenk een hel soms in plaats van een hemel. Wat zegt de Bijbel? God zegt, ik zou wel willen dat ik dat voor je kon doen, mijn kind. Maar jouw denken is nou net het stukje van mij wat ik aan jou heb geschonken. Het stukje goddelijkheid, je geest. Helaas kun je met je geest alles bedenken wat je wilt. Een hemel en een hel. En als ik zie dat jij de hel bedenkt, dan is er niets wat ik kan doen dan in mijn woord gewoon zeggen, bedenk nou wat waar is. Niet wat een leugen is. Bedenk nou wat liefdevol is. Bedenk wat positief is. Bedenk wat boven zit. En bedenk wat mogelijk is in mij. Maar als je gaat bedenken wat onmogelijk is, van beneden, als je gaat bedenken wat lelijk is en negatief, als je bedenkt wat liefdeloos is, als je bedenkt wat leugen is, dan hoef je aan mij niet te vragen en van mij niet te verwachten dat ik het kan veranderen, zegt de Heer. Daar is je verwachting te veel. Je denken moet je zelf beheersen. Niet alleen je denken, ook je gevoel. De laatste keer bij de senioren, weten jullie nog? Ik heb ervan genoten, van die psalmen van David, is er niet één, waarin David toch iets raars doet. Allemaal word je 's morgens wel eens wakker zonder verklaring, met een donkere wolk boven je hoofd. Oh, depressief, lusteloos. Je hebt er, die blijven dan in bed liggen. Die bellen hun baas en zeggen dat ze de griep hebben. Ja? Je hebt er ook, die gaan wel in bed uit, maar... Ja? David komt zijn bed uit, gaat eerst zitten in zijn stille tijd, wijst naar zichzelf, zegt, mijn gevoel, mijn ziel, wat zijt gij onrustig? Wees rustig. Of mijn ziel, wat zijt gij bedompt, wees verheugd. En hij doet iets wat ons wederom nergens in de kerk, vanaf de zondagsschool tot het seniorenwerk, geleerd is. Wij hebben geleerd dat gevoel een godheid is, lieve zusters. Jullie helaas hebben er nog meer last van, wij mannen ook. Wij behandelen ons gevoel als een godheid. Wat gevoel zegt, doen we. Wat gevoel zegt, zijn we. En het gevoel is een klein kind, zegt de Bijbel. Een heel klein meisje, een heel klein jongetje. Die geeft je de sleutels van je huis en jij gaat een week weg. Kind van 4 krijgt de sleutels van je huis. Als je naar thuis komt is er ravage, moet je niet klagen. Wat had je dan verwacht van een kind? David zegt tegen zijn kind, hou je rustig. Loof de Heer. En wij horen hem dingen zeggen waarvan ik denk, die man is gek. Nee,
De kerk is gek. Want hier draait het om. Dit moeten we elkaar leren. Hier moeten we elkaar mee helpen. Elsa, waar zit je? Wat was ik weer? Ja, ik kom dan bij jou om jou te bemoedigen. Nou, dat kan ik wel vergeten natuurlijk. Wat doe jij? Ze doen dat allemaal fantastisch hoor. Alle vrouwen op de Hommik in rouw. Ik weet niet wat wij voor kaliber vrouwen hier hebben. Maar ze doen het beter dan ik. Ik ben kwaad en zij niet. Maar zoals jij dat doet. En je zegt op een gegeven moment ook, ja, ik moet op een gegeven moment, mag het gevoel er zijn, hoe zei het ook weer. Maar dan is het ophouden nou, hè? Anders blijf ik erin. Yes. Ja, je doseert het zelf. Fantastisch. Heb je geleerd in de kerk. Ja? Maar het wordt ons niet geleerd. Dus de meesten van ons denken, gevoel is gevoel. Nou ja, ik bel maar af, ik ga maar niet, ik doe maar niet, ik blijf maar thuis in bed. Want mijn gevoel zegt dat het niks is. Maar je gevoel is een klein kind. Bedoeld om met je geest over te heersen. En dan schrik je hoor, wat er dan gebeurt. En ik sluit af met de moeilijkste voor mij. Waar ik waarschijnlijk, en ik vergeef u bij voorbaat, anders ga ik het leren, ook op het internet, mij gaat verketteren. De laatste. Lieve mensen op laatste advent. Jezus is onze verlosser. Amen. Mijn behoudenis is in hem. Amen. Maar je kunt echt van je verlossing van Jezus veel te veel verwachten. Hoor twee teksten. Filippenzen 2. Daarom mijn geliefde, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar ook nu, des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het die om zijn eigen welbehagen, zowel het wil als het werken in u werkt. Dat laatste hebben wij sterk benadrukt, want alles wat God doet, dat vinden we super. En de tekst daarvoor, die wordt als ketters gelezen. Daarvan heb ik zelfs meegemaakt dat de student opstond en zegt, dat is een dwaling die u noemt. Zegt, het is een tekst in mijn Bijbel die ik aan het voorlezen. Ik heb nog geen woord van mezelf gesproken. Werkt uw eigen behoudenis uit met vrezen en beven. Dus nog niet eens iets wat je dan in een soort eindexamen doet voor de lievertjes in een klooster. Voor de vergevorderden misschien die heel veel willen. Alle leden van de kerk van Jezus Christus worden hier opgeroepen om hier heel serieus mee om te gaan. Om je eigen behoudenis uit te werken. Dit is in de kerk gewoon opzettelijk verzwegen. De tweede is van soortgelijke aard, Johannes 1. Doch alle die hem aangenomen hebben, wie van u heeft Jezus Christus aangenomen? Zo weinig? De rest kan straks naar het altaar komen, dan zal ik met u bidden. Nou, denk nou niet dat je er bent hoor. Oh, ik heb Jezus, ik ben een kind van God geworden, zegt het lied. Theologisch klopt het niet. Bijbels is het niet correct. Ik ben een kind van God geworden. Ik snap wel het hart hoor, maar wat staat hier? Doch alle die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij exousia, autoriteit gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn. Alle die uit God geboren zijn, krijgen het volledige gezag, dat is namelijk Christus in je. Het zaad van Christus, zegt Johannes, om een kind van God te worden. Ik ben een zoon van God in wording. U ook? Nee, niet als u een meisje bent, dan bent u een dochter van God in wording. Het machtigste proces van mijn leven waar alles om draait. En Paulus zegt ook in hoge ouderdom, het gaat nog steeds door van binnen. Het is het machtigste wat een mens kan meenemen, een kind van God te worden. Te worden. Het heeft niets met je eeuwig behoud te maken, hoor, vergeet dat. Het heeft iets met je wording te maken. Voorzichtig zeg ik, omdat het een populaire term ook is, het heeft met je oplossing van je karma te maken. Die term herkent iedereen. Ja? Je bent hier, er is maar één doel voor het leven, de oplossing van je karma. Wij, omdat we geloven in Jezus, aan de hand van Jezus, onze verlosser. Ja? Maar Jezus zegt, zonder jou kan ik je niet verlossen. Zonder jou zal het niet lukken. Hoe sterk Calvijn het ook wij willen wegpoetsen, het kan niet. En een zoon van God worden, Wesley zei, become what you are, word wat je bent. En gebruik daartoe zoveel mogelijk de means of grace, de genademiddelen, het gebed, de bijbelstudie, de huiskringen, de diensten. Dat doen we alleen maar om je karma op te lossen. Niet om hem nog hoger neer te zetten dan hij al stond, maar om jezelf hoger neer te zetten dan in je staat. En als we dat gaan doen, kom ik op een huiskerk en ik worstel die week en ik zei ook tegen mezelf, mij lukt niks, ik durf zondag niet te preken, ik ga weer af. En mijn huiskerk zegt, Ed, het licht van Christus in je, die gaat het lukken. Dat is christendom. En die zegt tegen moeder Hendrik, als ze bij de huiskerk komt, het gaat jou lukken dat stuk. Dat is een huiskerk,
Dat is zondagsschoolwerk. Dat is de kerk. Dat doen we. En niet hem nog hoger plaatsen dan die al staat, zodat ik hem niet eens meer zie. Christus in ons. De hoop op heerlijkheid. Ik sluit af. Noem ze nog even. Kom maar. Als het lukt. Christus heeft van alles voor mij gedaan. Zeker weet. Ik dank alles aan hem. Maar ik moet leren anderen vergeven. Doet hij niet voor me. En ik kan het. Ik moet leren mijzelf vergeven. En ik kan het. Ik moet leren mijzelf liefhebben. En het zit in me. Ik moet leren misschien mijzelf te genezen. En waar rempel de dokter had het nooit gedacht. Ik moet leren zelf het goede te bedenken en het ware. Omdat ik vrede heb in mijn brein. Ik moet geen vrede vragen van God die ik zelf moet bewerken. Ik mag leren zelf leren heersen over mijn gevoelens. En ze niet aan God geven in de hoop dat hij het voor mij doet. En ik mag ook en ik moet ook en ik kan ook zelf werken aan mijn behoudenis. Fijn advent en heerlijke kerstdagen, lieve mensen. Amen. Goed geleerd zeg. Daar zie je hoe vroom dat is. Hè? Want ik wil God de eer geven, maar mezelf ook al trots natuurlijk dat het goed ging. Dankjewel, heel goed. Lieve mensen, ik heb, wat had ik ook weer als lied uitgezocht? Oh ja, ik vind het zo'n mooi lied. Laat me nu blijven, groeien en bloeien. Zullen we gaan staan? Niet de viering van de geboorte van die bijzondere zoon. De enige geborene. Kerst is de viering van de eerstgeborene. Kerst is de viering van het moment dat Christus in de baarmoeder van uw hart verwekt werd. Niet de verwekking van Christus 2000 jaar geleden ver weg. Echt kerst is tentens genieten dat ook jij een zoon of dochter van God mag worden. Met een grote broer. Dat vieren we met kerst. Intens genieten, niet van Christus daar zo hoog tussen de engelen, maar zo dicht in mij. Aanbid Christus in jezelf, dan vier je kerst. Ik mag u uitnodigen aan dit altaar voor welk doel dan ook. Alle redenen mag u hier komen om de kerstdagen tegemoet te treden samen aan de hand van Jezus. Hij doet zijn deel, doe u uw deel. En in die samenwerking zijn Wesley zit het geheim tussen God en mens. Als u komt voor een stukje vergeving, God zal u vergeven. En u gaat uzelf vergeven. Als het is voor liefde, God zal u lief hebben. Maar kom naar voren met de wens van je hart voor jezelf of voor anderen. De anderen mogen gaan zitten op hun plek, maar iedereen die gebruik wil maken van dit moment, nader tot God. Hij zal tot u naderen. Wel in het bijzonder willen we bidden voor Riet en Blauwe, krijg net door, die al heel lang lijdt aan ziekte, niet meer naar de kerk kan komen. Hi Riet, we gaan voor je bidden. Dappere vrouw die de Heer lief heeft, maar echt ons gebed nodig heeft.
naar uw eigen oproep, o Vader. Nader tot mij, dan kan ik tot jou naderen. Komen wij met onze vrije wilskeuze bij u, omdat we u nodig hebben. Blijft staan het wonder van Jezus, in wie alle dingen zijn. Bij hem is het begonnen, niet bij ons. Genade is het alles. Hij is het die voor ons gestorven is, die voor ons heeft gedaan wat wij nooit zouden kunnen, namelijk het ultieme van ons karma, onze zondeschuld, oplossen. Hij is het die ons voor eerst van liefde liet proeven. En nu mogen wij verder aan zijn hand. Broer Jezus, grote, heerlijke broer, wiens licht in ons schijnt. Heer, ik bid dat van de woorden die we mochten horen, waar ik zelf zo vol van ben en raak, dat licht van Christus in ons, die de hoop op heerlijkheid is, dat dat in deze broeders en zusters en degene achter mij, in de situatie waarmee ze bij u komen, zichtbaar zal stralen. Mogen jullie zien dat wat de Bijbel zegt klopt. Ook al heb je het heel lang niet gehoord, is de kerk het een beetje vergeten misschien, of zelfs bewust onderdrukt. In jullie zit zoveel kracht, zoveel liefde, zoveel mogelijkheden, zoveel vergeving, zoveel gezondheid. Laat het licht van Christus het doen en kom met je verzoek bij hem. En Vader, dan kom ik tot u persoonlijk ook met al de lieve zusters in onze gemeente die in rouw zijn hier. Het zijn er nogal wat, Heer. En er wekelijks begrafenissen. Ze doen het zo fantastisch. Met zo'n groot geloof. Maar wat is het ook een gruwel soms, Heer. In een leeg huis en een leeg bed. Zonder vader, zonder man. Mogen zij opnieuw, Heer, door de kracht van het licht van Christus in hen, ook door deze helse periode heen komen. Met glans. Wees hen nabij. Dan draag ik riet en blauw aan u op, Heer. Haar lijden is zo groot en al zo lang. En ze moppert niet, ze klaagt niet, ze ziet op u. Ze is uw trouw met haar man. Maar laat uw licht nu in haar schijnen. Groter dan ooit. Laat het een dubbele kerst voor haar worden. We leggen haar voor u neer. En zo al deze dingen, Vader. Dank u dat u ons verhoord hebt. O geweldige Jezus. Het licht van Christus wat in ons schijnt. Mag dat onze kerst worden. Niet hij daar ver boven tussen de engelen, maar wij hier beneden met hem. In Jezus' naam. Amen. Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij. Laten wij aanbidden.
Yeah.
Onze zieken bij God brengen, misschien ook onszelf. Ook daar kom ik wel eens lieve broeders en zusters tegen die zeggen, laat een ander maar gaan, wat ik heb is niet zo belangrijk. Denk ik, het gaat ook om jou. Om kleine en grote kwalen die proberen ons leven te verzieken. En nou zou de kwaal al dat niet meer doen, je leven verzieken, nou dan zijn we al blij. Want dat kan een kwaal doen, je leven verzieken. Als dat nou al niet gebeurt, dan is er al genezing. Er is wereldwijd groot onderzoek geweest naar het zogenaamde placebo-effect. Ik weet niet of je het gevolgd hebt. Het was zo schrikbarend dat het de werking van alle medicijnen dubieus heeft gemaakt. Maar placebo betekent dat je door geloof geneest, terwijl het medicijn niks doet. Maar wat er ook nog uitkwam, is dat het placebo-effect de laatste jaren toeneemt. Het geloof neemt toe. Weer een bewijs dat er iets aan het gebeuren is met de mensen op het ogenblik. Openbaar worden van de zonen Gods. En dat betekent dat ik met steeds meer geloof, en dat heb ik echt door in dit, u naar voren roep. En het wil blijven doen, ongeacht welk resultaat het is aan God. Maar ik mag u uitnodigen, als u zelf strijdt met een ziekte, ernstig of minder ernstig, om naar voren te komen. Als er iemand anders is in de omgeving, want volgens de kwantumverstrengeling is alles verbonden, dan brengen we ook die persoon die misschien thuis of het ziekenhuis bij God. Mag ik u uitnodigen dan, als u het nodig hebt, om naar voren te komen. Nou, Hank. Moet je nog spreken de komende zondag? Oké. Er is meer in ons aanwezig dan je denkt. Dat heeft Jezus willen laten ontdekken. En sommigen hier weten het. Er is meer in je aanwezig. Meer gezondheid, meer kracht, meer licht, meer energie dan je denkt. Dat heeft Jezus gedemonstreerd. Er is een vijand die probeert dat te verhullen. Maar het is een verloren vijand. En op die verborgen kracht in ons, Christus in ons, doen we een beroep. Nu op dit moment. Ik wil een andere vraag om hier misschien nog bij te komen staan. Een grote kring om deze heen zijn, want het zit hem in de verbondenheid. Dat weten we inmiddels. In die verstrengeling. Het feit dat alles met elkaar verbonden is. En dan gaat ons hart uit. Wij gezonden gaan nu jullie dragen. Met de gezondheid in ons en van Christus willen we jullie helpen. Mogen het licht van Christus, wat diep in je aanwezig is, genezing tot stand brengen. Mogen Gods hand gebruik maken van de genade, ook van de medische wetenschap. Want het blijft het. Dokters, artsen, verpleging, medicijnen. We brengen alles onder zijn hoede. En als er medicijnen zijn, mogen er geen bijwerkingen zijn, maar alleen goede werkingen. Tot verbazing van allen. En mag de energie van Christus, die we nog zo licht begrijpen, die de kerk een beetje vergeten is, mag die zich manifesteren in jouw lijf, in jouw geest, in jouw ziel. En als je ook met je ziel bezig bent, als je ziel ziek is, en er zijn psychologen in betrokken of coaches, mogen de wijsheid die zij hebben van God komen en je helpen. Om al dat onopgeloste in je ziel op te lossen. Mogen de kracht van God het doen. De genade van God en het wonder van Jezus. Laten we stil zijn, mensen. En laat ieder zijn gebed bidden.
zijn ook een paar mensen met intens verdriet. Intens verdriet. Daar kan je ziek van worden. Mag dat niet gebeuren. Er is een tijd van verdriet en een tijd van dansen. Heer, voorkom dat dit verdriet hen vernietigt, opvreet. Er zijn er die met grote zorg. Voorkom dat de zorg hen opvreet. Zorg om kinderen. Voorkom dat het hen, Heer, het leven ontneemt. Opdat ze geloof mogen uitstralen naar hun kinderen. Geen zorg. Kracht van God zal het doen. Wonder van Jezus. Dank u wel, Vader, dat u ons verhoord hebt. In Jezus' heerlijke naam. Amen. Ik mag u een zegen geven. En dan zingen we toch wat. Eer zij God in deze dagen. Zullen we gaan staan? Ik heb jullie mooi gezongen. Ik heb genoten. Ik heb genoten van deze muziekgroep. U ook? Mag ik misschien niet zeggen, maar doe het lekker toch. Ik spreek het ogenblik veel in andere gemeentes. Hè? Ook goede gemeentes hoor. Maar dan kom ik hier en denk Maar goed. Mogen de liefde van God en de genade van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest met u zijn. Ook in de feestdagen. Laat het licht van Christus stralen over een donker land. Amen. Zegende week allemaal.